Ja, een hele eer. En ja, ze zijn nummer 1 van de wereld. Dus als voetbalster kun je niet beter dromen dan een wedstrijd tegen hun te mogen spelen. Ik heb de coach ondertussen een keer kunnen spreken. En ja, ze hebben het toch niet zomaar gekozen. Ze hebben ons een beetje gevolgd. Ze wisten toch perfect dat wij de play-offs hadden gespeeld voor het WK. Dat het voor ons een net niet verhaal is geweest. Ja, en zij willen ook tegen alle continenten een beetje gespeeld hebben. En als het kan, niet tegen ploegen die ze op het WK tegenkomen. Dus zo zijn ze bij ons terechtgekomen. Ja, ik denk dat 9 jaar geleden is dat ik daar een zomer heb gespeeld toen. En ja, er zijn 5 speelsters nu ook die ik ken die bij het nationaal team spelen. Dus het gaat heel leuk zijn om die ook terug te zien. En dan hopelijk na de wedstrijd een truitje uitwisselen voor een souvenirje mee te hebben. Vanaf onze stage in januari heb ik wel het gevoel dat de juiste focus terug aan het komen is om te proberen eind augustus klaar te zijn om die nieuwe campagne, EK 2021, goed te kunnen starten. En het is voor mij nu geen één begin, dus het is een vervolg van onze voorbereiding die we bezig zijn. Ja, ik denk dat we dat moeten halen. Ik denk dat in iedereen zijn ambitie ligt en dat is gewoon ook het doel. En ja, hoe verder we gaan in het verhaal, ja, hoe beter we ook moeten presteren. Meisjes die ik nu al 5-6 jaar in mijn kern heb, dag en nacht verschillen dat zij nu op en naast het veld qua maturiteit zich al ontwikkeld hebben. En dat is ook belangrijk omdat er ook toch wel wat jonkies aankomen. En ik denk hoe beter zij dadelijk in een groep kunnen geïntegreerd worden, hoe meer extra talent en kwaliteit we nog kunnen toevoegen, ja, hoe beter het team alleen maar gaat worden. Dus we moeten absoluut wel zeker die ervaring uit de vorige campagnes meenemen naar de toekomst. We hebben een goede mix van jongeren tussenin en iets ouderen. Dus ja, ik denk dat deze groep heeft meer en meer ervaring en dat moet dan ook zien dat we er resultaten mee kunnen behalen op het veld. Veel speelsters van deze groep weten wat dat dan met een mens doet om zulk toernooi te kunnen spelen met die omkadering, supporters daarbij. Dus we gaan ook weer ouder zijn dan 2 jaar geleden. Dus we kunnen ons ook niet meer wegsteken, vind ik. Dat we als groep niet de kwaliteit zouden hebben om ons te kwalificeren. Dus het is wel een doel. Er komt sowieso druk bij zien. Maar ik denk dat we er ook elke keer beter en beter mee kunnen omgaan. En het gaat gewoon wedstrijd per wedstrijd aanpakken worden. En zien dat we zoveel mogelijk wedstrijden winnen.